Dit heb ik gewoon nog nooit eerder in mijn leven gedaan. 3 keer per dag 20 minuten zitten voor een week lang. En dat heb ik gedaan. Let wel, ik heb 19 van opgeteld de 21 keer gezeten. Dus voor een heel groot gedeelte is dat gewoon gelukt. Ja, en weet je, vorige week was ik echt best wel behoorlijk over de zeik met mezelf. En ik had zoiets, nou, kom op Marianne, dit kan ook anders. Juist door dat commitment te hebben naar mezelf toe. En dankzij al jullie likes en jullie support, dankjewel daarvoor. Ja, heb ik het toch gedaan. En daarnaast heb ik ook nog met dit verschrikkelijk mooie weer de wijn laten staan in de weekenden. En het was gewoon heel goed om te doen. Ja. Weet je, ja, en lullig gezegd zou ik eigenlijk ook best wel door kunnen gaan met 3 keer per dag zitten. Maar toch ga ik gewoon weer 2 keer per dag zitten. Maar het was gewoon een super goede ervaring om te doen. Weet je, het is ook niet per se, het is ook wel wat. Het is niet per se super eenvoudig of zo om zo gecommitteerd bezig te zijn. Maar weet je, ik zou jullie het wel echt allemaal enorm gunnen. Wat ik zelf mag ervaren. Wat ik zelf ervaar is echt een zelfvertrouwen en een vertrouwen in mezelf. Elke keer dat ik ging zitten, dat ik niet een wijntje heb gedronken, voelde ik echt een soort power in mezelf. En dat is zo fijn om te ervaren dat je dat stuk altijd bij je hebt. Ja, dat is gewoon tof. En ja, dat is wel echt een beetje het thema voor, denk ik, de komende tijd voor mij. Zelfvertrouwen en vertrouwen. En daarover gesproken, trouwens, ga ik aankomende weekend voor het eerst een weekendsessie doen. En ik heb begrepen dat het onderwerp daarvan vertrouwen is. Dus ja, ik ga daar met een open mind proberen in te staan dit weekend en kijken wat me dat weer gaat brengen. Volgende week natuurlijk weer een update daarover. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!